Ja, hebben wij van de Schellingen hebben we onze triggers even open laten vliegen. En Mike en Savano zijn aan het bouwen. En ik ga even lekker zaaien. Want Henk heb het even over laten vliegen natuurlijk. Van de dinges natuurlijk. Eigenlijk is het meer van, we gaan daar gewoon lekker mee zaaien. Want ja, onze opa, de zaaimachine, die deed het niet meer. Die wou de grond niet meer pakken. Ja, en ik heb tegen Mike natuurlijk gezegd en zijn vader van ja, dat is geen dingen doen. Dus ja, van daaruit gaan we dan natuurlijk werken. Ja joh, rijd maar tegen die zaaimachine aan joh. Kom, buren. Zo, even licht aan doen. Het is nog vroeg in de ochtend. Of ja, net bijna 9:30 natuurlijk. Maar ja, hier is het vroeg in de ochtend. Iedereen gaat weer naar zijn werk, zoals jullie zien. Met de auto. Ja, wij zijn natuurlijk net zoals wat wij zijn. Wij zijn ook vroeg gewend om op te staan en aan de werk te gaan. Als boeren zijn er. En zodoende, ik ga lekker zaaien. Ik ga eerst naar huis om de zaaimachine bij te vullen. Ik haal die andere trek haal ik later op. Deze kunnen wij voor tijdelijk natuurlijk gewoon even gebruiken. Want ja, we gaan voor opa ook even kijken of we dan in de tijd een grotere zaaimachine kunnen gaan fixen. En een middelmatige trekker voor hem. Die in de aanbieding is van... bij de shop. Of we moeten dat even regelen. Hallo? Ik mag er toch wel in? Ja, dank u. Dus zodoende gaan wij gewoon even dit ding even bijvullen. Wat ik al zei, we gaan zaaien natuurlijk. Maar ik zit te denken van wat gaan we in precies inzaaien? Ik zat te denken om sojabonen in te zaaien. Omdat het meer is van, dat hebben we gewoon nodig natuurlijk, om meer geld te verdienen. En om meer geld te verdienen, oké, dat is heel lekker opeens. Zodoende is dat eigenlijk meer dat ding. Ik heb alles nu bijgevuld qua dingen. Waar gaan we naar die veld toe? Waar we veld 21. Opa zei ook dat die daar een keer dat is ook hem zijn hassenveld, zei die. We gaan ook een keer hasselen sowieso. Alleen, ja, weet je, het kost nu gewoon ons even wat veel geld natuurlijk om dat allemaal neer te zetten. En we hebben een open gevaar voor 500k. Die hebben we eindelijk binnengekregen. Want het duurde voor hem even. Maar de bank, die wou niet echt meewerken. Dus ja, dan snap ik dat ook wel. We gaan gewoon... beginnen. We gaan even kijken. We gaan sojabonen inzaaien. Dan moet ik het wel op de goede stand zetten. Ja, dan gaan we die gewoon inzaaien. En zodoende is dat eigenlijk de ding wat wij nu even gaan doen natuurlijk. Even kijken, even die aanzetten. Even wat uitzoomen. Ik ga wel even buiten de camera even zaaien, jongens. Dat wel, maar dat gaan wij nu gewoon even doen. We gaan nu even deze hele veld inzaaien. Proberen natuurlijk. Ik ga ook wat dingen ophalen nog, want iemand had weer gebeld bij ons. Of die kwam een keer langs qua de directeur van die bedrijf. Die zei van Henk heb hier spullen neergezet van jullie, maar jullie hebben het nog nooit opgehaald. Ik zeg, ja, ik weet niet welke spullen hij neer heeft gezet.
En er was een balenverzamelaar, of een balentrailer eigenlijk. En een rijtjes, of een hark, zeg maar, om rijtjes van te maken. Maar ja, Henk heeft dat nooit aan ons verteld. Dus ja, wij konden dat ook niet echt weten of die dat daar had neergezet natuurlijk. Dus ja. Maar ja, die moeten we even weghalen, anders moeten wij ook weer een boete gaan betalen. Hoofdboete gaan maken, of Ik kon even spieken. Ja hoor, hij gaat nog goed. Goed hoor. Ik had hem heel iets overlap bij de hek, maar dat lijkt niet heel goed. Dat gebeurt mij ook vaak hoor. Net tussen de lijntjes in kleur toe. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Nou ja, hoe vaak je oefent, hoe beter het gaat. Want ik kon het eerst ook niet, maar omdat ik nu eenmaal wel best wel vaak bezig ben om boerderijen mooier te maken, ja, kan ik het best wel aardig goed. Dus ja, sinds wanneer staat het toen aan? Goed idee, oké. Opeens stond mijn stream aan. Ja, want ik kreeg al mee. Ja, ik dacht al, waarom ben ik aan het livestreamen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oh, ik ben nu live. Oh, zijze. Oh nee, ik ben live. Oh nee. Nou ja, goeiedag, dames en heren. Oké, okay, ik ben nu wel offline. Ja. Maar dat kan wel. Ik was opeens live, jongens, op Twitch. Sorry daarvoor, als mensen meekeken. Sorry. Misschien zaterdag of zo. Dat ik weer live ga. Moet even kijken. Ja, nou ja, we zien het sowieso wel in. Bedoel, hè. Kijk, leg eraan of, nou ja, ik weet sowieso dat Maaike natuurlijk druk is met verhuizen, jongens. Dus, ja, we nemen nu twee keer op, als jullie afvragen van waarom. We nemen nu twee keer op, dus dat komt wel helemaal goed. Even wat licht aan maken, want dat is best wel heel donker. Zo. Nee, maar ja. Zo doen we. Ik krijg ja. Dat ja, we zijn lekker aan het inzaaien. We zijn al één rondje om bijna. Ja, bijna jongens. Daarom, en ja, weet je, het is natuurlijk ook meer, jongens, ja, opbussen, zaaimachine was al stuk, maar dat had hij nooit verteld. Dus dat kwam ik pas achter toen ik wou gaan inzaaien hier. Maar ja, toen vroeg ik aan Henk, kan je even snel een ding eens even leveren? Toen zei hij, ja, is goed. Ja, ik heb twee trekkers gepakt van de Schelling en hoppa. Die heb die dan, zeg maar, even gebracht hier. Dus ja, die staat nu ook lekker hier. Zo. Zo, en dan gaan wij hier weer naar binnen duiken. En dan gaan we gewoon weer. We blijven zo lang rondjes rijden, zolang het kan. Natuurlijk. Ja, we kunnen dat ook binnen de camera doen natuurlijk. Maar de eerste rondje doe ik altijd buiten de camera, want ja, dat is gewoon meer het ding. Want de eerste rondje is altijd wel best wel moeilijk, als jullie afvragen waarom. Ja, je weet nooit hoe breed een zaaimachine is. En dat is ook met de Big Bud, zeg maar, als we op de Walkenfarm spelen. Ja, het is gewoon heel groot en ja, je kan de draai wel maken. Alleen ja, je moet ook precies de draai maken. Om zeg maar goed te krijgen van hoe en wat
Ja. En ja, dat is het eigenlijk wat het natuurlijk meer maakt van hoe makkelijk het ook is natuurlijk met zaaien. Want ja, je kan het zelf zo moeilijk mogelijk maken. Er zit ook een pompje op en als jullie afvragen waarom zit de pomp erop, nou ja. Meestal heb je een silo of een vrachtwagen waardoor je het zeg maar eruit kan zuigen, want er zit een soort zuigsysteem op. Die zuigt alle zaad en kunstmest, of ja kunstmestkorrels en zaadkorrels, zuigt die zeg maar op en dan kan je dat erop. Maar dit is een kraantje. Dus dit kraantje kan je zeg maar bewegen en dan kan je zakken oppakken van de grond. Die haalt hij omhoog en dan kan je hem zo opensnijden. En dan kan je het in een van die drie bakken gooien. Dus ja, dat is het enigste natuurlijk. Ik ben bezig met zaaien. Ja, hoe doe je dat? Kleuren. Ja, als je in die bouwmenu zit, ja. Ga je naar landschap architect. Ja, en dan verven. En dan verven en dan kies je de dingen. En dan als je recht knopje indrukt, dus niet maar, de linker, de rechter. Maar bij hem is dat anders. De rechter knop. Ja, ik ken hem alleen als op PlayStation nog. Ja, daarom. Volgens mij is dat linker muisklik. Volgens mij of rechter muisklik. Ja, dat is een klein vergrootte zijn, maar dat had een merk die had hem net vergroot. Dat is scrollen. Scrollen met je rondje volgens mij. Anders zet je de hulpstuk er even aan. Ben je zelf? Moet ik even kijken hoe. Als je bij dat tandwieletje bent, volgens mij, of bij dat trekkertje, heb je hulpstuk aan of uit? Oh. Dan zie je alle ja, woorden wat je kan gebruiken. Dan kan je hem vergroten en verkleinen. Ja, ik doe dat met M&M. Ja. Dat was het, ja. Met rappen M&M? Ja, rappen M&M, ja. Of met de chocolade, chocola M&M? Die is ook niet fijn. Nee, ik heb al heel lang niet meer gebouwd op de PC, dus ja, goed, dan is dat natuurlijk ook een beetje lastig. Om te zeggen van ja, dagknop is dat, jongens. ja, dat kan, maar... Zo, bochion. Zo, hoppa, nog meer bochies om. En daarom zeg ik al, jongens, we zijn nu gewoon wat sneller klaar met zaaien. En dankzij Henk natuurlijk, want Henk kon het heel snel leveren, dus ik ben blij. Applaus voor Henk, natuurlijk even, dat hij zo snel is. Nee, dus ja, zo doen we dat wel. En ja, opa zei ooit een keer van ja, ik wil een andere dit en een andere trekker zo. Alleen ja, hij wou toen alles op verkoop zetten, want hij wou zijn boerderij verkopen omdat hij dacht van, nou ja... ik ga het niet meer doen, dus ik hoop, kom op.
Je hebt zo hard aan gewerkt, je hebt het helemaal zelf opgebouwd en dan ga je nu opeens zeggen van ja, ik wil het niet meer. Ja, dat kan niet, weet je. Dus ik heb opa weer een beetje overtuigd. Toen hebben wij onze boerderij laten zien. Opa is een paar weken bij ons op bezoek geweest. Toen zei hij, oh ja, nu weet ik ook weer waarvoor ik het doe. Dus ja, toen zijn oude liefde kwam weer naar boven. Ja. Boer. Boer zijn. Ja. De boerenliefde komen weer naar boven. Ja. En lukt het een beetje met bouwboys? Ja, wat goed. Mooi. Ja, het is voor mij nog allemaal verrassing, jongens. Want ja, ik ben natuurlijk druk bezig met zaaien en dat soort dingen. Heb je het gehad? Het zo laten? Nou, ik kan wel doortrekken naar de hek toe. Recht. Ja, de puntjes op de i doen, dat doen we later wel. Ja, dat doen we. Dat fixen we ze meteen wel. Maar dat is het meer, kijk, op puntjes op de i is altijd lastig om dat echt precies te doen. Ja jongens, bouwen is heel lastig en het is makkelijk, weet je, als je het eenmaal hebt gedaan is het makkelijk, maar als je het net voor de eerste keer doet, dan is het echt lastig om zeg maar alles netjes, puntjes op de i te doen. Ja. Want ja, net zoals dat, weet je, zo kan je ook een veld omeens omhoog toveren. Zonder dat je zelf wilt dat die omhoog getoverd wordt. Maar ja, weet je, dat zijn zeg maar de dingen van... Ja, je hoeft één keer verkeerde knop aan te klikken en je hebt opeens een berg in je veld zitten. Ja, kijk, iedereen kan dat natuurlijk per ongeluk doen. Maar ja, het is weer heel lastig weer om dat zeg maar weer te gaan fixen, om dat zeg maar fixen te krijgen. Ja. Ja. Oh ja, misschien kunnen we een keer aan Henk vragen, boys, om die watertank een keer over te vuizen hierheen. Ja. Van de Schelling, want dan kunnen we ook de broeikast aan de praat zetten. Ja. En als jullie dat ook leuk vinden, laat het sowieso weten in de reacties. Maar beetje leuk. Zo. Ja. Zo, dan gaan we nog een keer even terug natuurlijk. Hoppa. Ja, zo. Ja, nou, dus ja, we mochten bouwen gelukkig van de bouwspecialist. Of de bouwkundige, die is langs geweest. En die zei van, joh, jullie mogen bouwen. En ja, we mochten het gelukkig op onze eigen manier een beetje bouwen. Hoe we dat wilden. En hoe we dat... Kijk, laat staan. We hebben nog geen plek voor. Dat is zo moeilijk. Dat is zo.
Dus ja, dan kan er binnenkort natuurlijk ook gewoon kippen komen en schapen. Ja, koeien hebben we natuurlijk al, dus daar zijn we ook wel best wel hard mee bezig, maar hun hebben eten genoeg nog. Want ja, dat wordt gewoon, die opa had wel genoeg voer erin zitten. Dus daar hoeven wij nu nog niet om te kijken. Maar ja, buiten dat, we gaan natuurlijk wel weer binnenkort stro maken en hooi balen. Voor de schapen natuurlijk, want ja, we willen misschien schapen kopen. Dat lijkt mij wel leuk natuurlijk om extra dieren erbij te nemen. En opa wou ook schapen, dus ja. Alleen die moest ook van Nederland zeg maar oververhuisd worden. Naar die schuur, zeg maar. En ja, dat is het meer. Ja, Nederland was er een beetje op tegen om schapen op te sturen via de vliegtuig. Maar ja, we hebben Henk, hè. We hebben Henk. En als we Henk niet hadden, ja. Je hebt veel van ons geregeld. Ja. Ja. Dus dat, ja, als wij eindelijk hadden, jongens. Dan zat opa nu nog steeds in de problemen. Maar ik zei tegen opa, nee, we hebben alleen een kop. En ja, en alles wordt gefixt. En alles is gefixt, dus dat is ook top. Ben ik, hij zegt, wij willen te graag die voertuig hebben. Zeg ik, nou oké, ga ik even kijken wat ik kan regelen en dan geeft hij regelmatig gebeld. Nou, we zijn onderweg. Dus. Ja, hij is onderweg. Of ja, net zoals nu zit hij dan op onze boerderij. Hij houdt onze dieren dan natuurlijk een beetje in de gaten. En hij voert onze dieren natuurlijk wel. Want ja, wij zijn natuurlijk nu niet thuis, want wij slapen hier ook. En wij kamperen hier natuurlijk ook. Laat het zo zeggen. Maar ja, net zoals nu, weet je, ik heb even Henk even snel een belletje gegeven. Ik zeg, ja, opa zijn zaaien zien die kapot. Is er kapot? Ik moet wel zaaien. Anders kunnen we geen geld verdienen. Ze dus die, oh ja, fix ik even. Dan heb je binnen 2 seconden gefixt. Maar, ja, 1 dag later stond de trekker daar bij de winkel. Op ons te wachten. Dus ja, dat zo snel gaat het gaan met Henk. En ik ben klaar met zaaien, jongens. Zo. Ja, nou, dan gaan we even naar onze nieuwe boerderij rijden. Nou, nieuwe. Het is niet echt nieuw, maar... het wordt nu gebouwd. Het is moderner gemaakt. Wow. Hallo, cashier. Volle crasher, nee. Schadevergoeding, papieren invullen. Wie heeft wat gedaan? Ja, maar die reed eerst hoor. Ja, en die reed daar. Hè. Zo, weer in. Als ik de. Oeh, ja, het ziet er al mooi uit. Ja, dan gaan wij nog even wat dingen ophalen. Ja, wacht maar. Nee, maar ik wil die achteruit steken. Pijn over. Zo, even kijken. Ponk. Nou, we gaan nog even langs die ene. Ja, dinges langs. Want wij hadden daar. Of nou ja, Henk had daar 2 dingen staan. Alleen hij heeft nooit gezegd dat hij daar 2 dingen had staan, zei hij. Dus ja. Dus ja, we gaan even die 2 dingen ophalen. En dan zijn wij zo weer terug natuurlijk bij ons huis. Deze trekker rijdt niet zo heel snel, maar het rijdt een klein stukje sneller. Hij rijdt 53 natuurlijk. En dan moet ik alleen nog de John Deere even ophalen. Dus ja, deze kunnen wij tijdelijk even gebruiken. Voor
ja, voor alles wat we even doen met zaaien. Dit zijn echt onze zaaitrekkers. En misschien een ploegtrekker kunnen we ook wel van maken. Maar daar moeten we even naar kijken. Ja. Dan moet ik heel even hierheen. Het was langs de benzinepomp en volgens mij was het dan gelijk. Nee, rechtdoor was dat. Rechtdoor was dat, jongens, rechtdoor. Ja. Hier bij deze bedrijf was het, ja. Hé, hey, goeiedag bedrijf. Ja, ik kom die spullen ophalen. Oh ja, ja, opa, of opa niet. Henk had hier de schudder neergezet. En de rijtjes leggen, of de hark, zeg maar. Dus ja, die nemen we gewoon even mee. Want ja, die hadden wij toen een paar weken geleden in laten vliegen. Maar wij vonden het al zo vreemd dat die nooit aan zijn gekomen. Dus ik denk dat Henk een beetje billenkoek moet krijgen, want Naast deze wil ik nu aan het wegzetten hebben. Dus ik denk dat Henk een beetje ons van de gek aan het houden is. Nee, ik denk van ja, weet je, we gaan hem gewoon in de val lokken. Dan kunnen hun maar boetes betalen. Dat ze weer sneller terug kunnen komen. Maar nee. Zo gaan wij niet te werk, Henk. Nee. Dus ja, Henk, we weten je te vinden, hè, op de Schelling. Hij heeft gewoon een minpuntje op zijn contactie. Ja, een minpuntje, zeker. Zo. Zo. En we gaan. Oh. Hallo auto, rij dan eens even door. Met je witte wagen. Kom, ik moet voor eerst in. Zo, ik ben er weer. Ik heb de hark opgehaald. Zo. Hoi. Ik ga nu even de balen ding ophalen. Dus dat ga ik nu even doen. Dus ja, zo doen we. Even de balen nog even ophalen. Ja, jongens. Ja. Ja, Roosje, wat is er? Sorry, jongens, als je onze kat hoort, maar. Roosje, die kan af en toe nog wel eens even. Blaren. Ja, ik zet nog extra bij. Dat zal ik wel doen, want als wij natuurlijk. Oh, ons. Ik heb een ongeval. Oh, laat maar, die ongeval is alweer opgelost. Oeps. Nee, dat zal ik wel doen. Natuurlijk een extra schuur bij bouwen. Want, oh, dit is de winkel. Daar moet ik niet wezen. Daar moet ik zo meteen even heen, natuurlijk. Moet even deze, die hier staat, waar jij nu bij staat, moet even weghalen. Ja, dat dacht ik al. Die staat een beetje in de weg, denk ik. Ja. Nee, want als we natuurlijk onze Hassela ooit willen in laten vliegen natuurlijk, dan als opa zegt van nee, hey, de kan mais geplant worden. Yo, ga je gang.
Dan wordt dat wel een beetje moeilijk, want alles komt wel onder de aftak staan. Zo. Zo, ja. Nou, waarom breng je dit nog even naar huis, jongens en meisjes? Dus ja, dat soort dingen. Je ziet toch dat ik een klipperlicht aan heb. Gelijk, nee, gelijk de bocht om, hè. We moeten echt een keer met de burgemeester hier praten. Of ze misschien die verkeer even wat minder hard kunnen laten rijden. Of deze weg gewoon afsluiten voor ons. Dat wij hier alleen mogen rijden. Dan moet de rest maar gewoon lopen. Ja, we zijn er weer bijna. Ja, we zijn er alweer bijna, ja. Ja, toch wel. Zo, wij zijn er. Zo. Nou, jongens en meisjes, ik wil natuurlijk hier wel de video bij afsluiten. Ik wil zeggen, ja, bedankt voor het kijken natuurlijk. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Vergeet dat blauw duimpje niet omhoog te doen, daar spoort je ons heel erg mee. Voor de English Keizers, thanks for watching and saving. Don't forget to ship it and blow, don't forget the notification bell. And see you in the next time, zoals I say is later. En zoals ik altijd zeg is later. En zoals ik altijd zeg is yo.